is goed met jou? Ah, oh, ik wil terug. Nee, het is niet onze camperplaats. Shop me, de Xenia Boulevard. Ja. Nou, een aantal dingen hebben we gestaan hier op Camper Area El Pinet Playa. Kost 13 euro per dag. Stroom is 70 cent per kilowatt. En voor de rest is alles gratis. Ja, wasmachine natuurlijk niet en zo. Maar ik zal eens even laten zien wat het allemaal is hier. Dit is de toegang. De poort die gaat s'avonds, tegen 10:30 is dat dicht. Maar dan heb je een cijfercode. Voor de mensen die de honden nemen. Hier ting over de weg, daar heb je een heel stuk waar je de honden mooi uit kunt laten. Dus dat is wel fijn. Je hoeft niet eerst een heel eind te lopen. Hier kun je lozen. Chemisch toilet en veel water. Je hebt daar een scootmobiel. Die mag je gebruiken om veel water te lozen. En dan heb je zo'n bak erachter. Kun je erachter doen. En dan kun je door. Je hebt daar de wasgelegenheid, wasmachines, droger. Dit is de eerste rij met campers. Ik zal ze even verder lopen. Oh ja, aan deze kant. De wc's en de douches. Kijk, dit is de scootmobiel waar ik het over had. Die mag je gewoon gebruiken. De receptie. En net voorbij de receptie heb je een bar die dagelijks open is. En de weekend en de woensdag heb je daar frituur. Frikadellen, kroketten en noem maar op. Allemaal Nederlandse dingen. En dat is wel heel prettig natuurlijk. Zoals je hem er naartoe lopen. Schuur de boelbaan. Buitenterrasje. En dit is de bar. En hier kun je nog lekker zitten. Ze hebben hier ook een broodjeservice. En ik moet zeggen, heerlijke broodjes. Nou, jullie kunnen nagaan waarom het mij hier bevalt. Natuurlijk de woensdag en de weekend snackbar. Wij staan op de laatste rij, drie rijen dik is dat. Je hebt niet echt veel ruimte ernaast. Tenminste, voor ons is het genoeg. Maar sommige mensen zeggen, ja, je hebt niet veel ruimte. Maar ach, het is in ieder geval gezellig. En dat is wel leuk. En dit is de laatste rij waar wij staan. Ja, wifi heb je hier ook gratis. Dus wat wil je nog meer? En dit is de plek waar wij staan. Nou, je kunt zien, we zijn net aan fietsen geweest. En Tril, hoe bevalt het jou hier? Ja, prima. Ja, hè? Dat is ons goed bevallen, maar niet. Een naradertje. Ja, zeker. He, die gaan we onthouden. Ja. Trouwens, ik weet niet of ik het al gezegd heb, maar ik ben Nederlands eigenaar. Ja. En frikadellen, bami schrijven, alles. Ja, dat had ik al verteld, daarom vind ik die. En ze bent ook heel schappelijk, want Tineke die had last van Lies en die zou dan naar de dokter moeten. En ze is gelijk van, oh, daar rijden we wel mee, hè? Ja, een Nederlandse dokter in de buurt. Ja. Dus, En in de omgeving is ook wel. We hebben niet echt veel in de omgeving geweest, we hebben meer aan Luien geweest. Je hebt Santa Pola is te fietsen en Eltje is ook op de fiets te doen. Natuurpark. Ja, natuurpark. Dus wat dat betreft is genoeg te doen hier. Een klein strandje dichtbij. Ja, ook nog. Zandstrandje, ja. Dus, ja, een aanradertje. Nou, wielrennen, dat is ook vrij gevaarlijk hier. Heel langs de hoofdweg. Vooral dat ze die kattenoogjes daar zo hebben, hè. Dus ja. Je moet echt heel erg naar rechts fietsen. En anders dan kom je links weer op de hoofdweg te rijden. Maar goed, we rijden richting Formentera del Segura. He, daar gaan we nu even een aantal dagen staan. Ja. Want we zijn weg bij de Nederlandse camping, tussen aanhalingstekens. Dus we gaan van de buurt van Guadamar del Segura gaan we naar Formentera. Ja, want... Del Segura. Ik heb begrepen met daar zo, vandaar naar... Torrevieja. Kun je, mooie fietspad. Ja, kun je mooi op de fiets doen. Dus gaan we daar eens even kijken. Schijn mooie zout,
kalmerende, hoe je het ook noemt. Paarse zoutmeren. Rooie. Oh, of rooie zoutmeren. Nou ja, in ieder geval gekleurde zoutmeren. Ja, ik ben kleurblind, hè? Ja, precies. Dus we zullen het weer zien waar we terechtkomen. Ja, en wie rijdt er voor ons? Ja, Tineke en Dinan rijden voor ons natuurlijk. Die gaan ook naar dezelfde camping. Of camperplaats, wat is de camperplaats, geloof ik? Het is een camperplaats, het is aardig nieuw, want het is pas sinds september. Pas sinds september open, nou. Dus we gaan gewoon eens kijken of het wat is. Ja, precies. Het is maar 17 kilometer verderop als waar we vandaan komen, dus stelt eigenlijk ook niks voor. We nog op de fiets kunnen doen, maar ja, hebben we weer wat andere dingen te bekijken. We zullen het zien. Goedemorgen. Ja, het is fris hier. 10 graden is. Dus ik heb de muts op gedaan. Ik ben even met Gino aan wandelen. Vanaf de camperplaats is het nog een behoorlijk eind lopen naar de een hondenuitlaatplek is het. Maar ja, maakt niet uit. Zijn we gelijk wakker. Maar het is wel leuk, het is helemaal omheen. Dus de honden kunnen geen kant op. Lekker kunnen slaan. Dus wat dat betreft is weer goed, maar het is niet de camperplaats waarvan ik zeg van hier blijven we een poosje. Nee, het is mij te klein, te ver lopen, want het is eigenlijk in een woonwijk. Het is de camperplaats, dus je moet heel eind lopen om met Gino. Je moet het heel lang ophouden, zeg maar. Laat me het zo maar zeggen. Maar, doe maar. Toby wil graag op de fiets naar, hoe heet die plaats? Ik weet het niet, ik zet er de lol maar in. Ik weet echt niet meer hoe die plaats heet. En dat gaan we doen en dan gaan we morgen gaan we weer verder naar een ander plekje. Ik zie hier trouwens allemaal sinaasappels. Kijk. Ik dacht dat dat nu al geplukt moest wezen, maar nee. Maar het is wel leuk. Nou, ik ga weer even verder met Gino. En we zullen zien waar we vandaag terecht komen met de fiets. Nou, één overnachting gaat hier. En ik vind dat eigenlijk ook wel meer dan genoeg, man. Nee, het is niet onze camperplaats. Die eigenaar ervan die is heel erg vriendelijk, echt waar. Het mooiste, hij doet alles via Google Translate, dus dat is wel grappig. Maar nee, ik heb een beetje opgesloten gevoel hier. En je zit ook midden in de woonwijk. Dus wij gaan er weer vandoor. Nou, we hebben er weer lekker weer bij, hè, deze zondagmorgen. Ja, en we kunnen nu in de zon waar we stonden, maar het is geen zon. Nee. Nou, we moeten zeggen, de camperplaats op zich was heel mooi. Ja, en die man was netjes, was echt grappig en aardig en al. Was netjes, netjes aangelegd ook. Ja. Maar hele ruime douches, maar... Ja, we stonden op plekje tegen een blinde muur aan en totaal geen zon. Dan kon je wel in het midden gaan zitten bij al die andere mensen. Maar we houden toch eigenlijk altijd wel van ons een beetje privacy, hè. We hoeven niet altijd bij andere mensen te zitten. En het was best wel krappe plekjes. Nou hadden we gelukkig Tineke en Dina naast ons. Dus dan kon je de deuren naar elkaar toe doen, dat je nog een beetje zitruimte had. Het was net een nieuwe plek, die Area 15. Dus hij is in september pas geopend, dus het was allemaal keurig netjes, wat we al zeiden. Maar niet voor nog een dag. Nee. Nee, dat hadden we het eigenlijk wel gezien. Dus we gaan nu op weg. Shop me. Lazenia Boulevard. Ja, Lazenia Boulevard met de grote shoppingmall. Dat kan jij en Tineke zich uitleen. Ja, we zullen zien wat we daar allemaal treffen. Weer mooi weer erbij trouwens, heerlijk. Dat is een mooie laguna. Dan hebben ze hier op de rotonde een oude... Piratenschip. Ja, piratenschip gedeelte. Nou, grappig hoe ze dat gedaan hebben. Hè? Daarachter zie je dus bye. Na ongeveer 1,5 kilometer neem op de rotonde de tweede afslag naar CG 905. Om te rijden. Ja. Mooie brede fietspad hier. Ja, dat is echt... Maar dat had die man van die camperplaats ook al gezegd, hè? Dat is prima geregeld. Ja. Dan hebben we daar zout. Zoutmeren. Die schijnen heel
Rochos noemen ze dat, heel rood op te schijnen vanwege de zoutgehalte. Ja. Yeah. Is ook apart. Kerst aardesnee. Ja. We zijn er vroeg bij hier, hè? Je ziet overal al Feliz Navidad. Ja, gisteren is die aftrap geweest in Madrid, zag ik. Oh, oké. Okay. Nou, hebben ze een mooi lang kerst. Oh god, Christmas shop. We zijn een kerstwinkel voorbij gereden. Ja, jammer hè. Hadden ze misschien hele leuke, ja, hele leuke kerstdorphuisjes. Ja, dat is goed met jou. Oh, ik wil terug. Nou, we zijn aangekomen bij La Zenia Boulevard. En neem dan op de rotonde de eerste afslag. We gaan parkeren hoor, wijfie. We gaan niet de rotonde op. Decathlon La Zenia Boulevard. Een heel groot overdekt winkelcentrum. Zal binnen ook nog wel even filmen. Maar dit is natuurlijk een paradijs voor vrouwen, hè? Ja. Echt wel. Het is ontiegelijk groot. Neem op de rotonde de eerste. En dit is een grote plek waar je je camper kunt parkeren. Dus dat is ook toppie. Staan er ook al genoeg. Ze schijnen hier ook te overnachten. Weer een rotondetje. Loopt helemaal door naar achteren toe. Ja, buitenkant ziet het natuurlijk altijd minder uit als de binnenkant. Maar nogmaals, ik zal het laten zien. Ik ga binnen. Verlaat de rotonde. We gaan eerst hier even, ik wil zeggen plekje zoeken, maar er is plek zat. Het is weer zo, kijk nou toch, hè, al die plastic hier neergegooid. Mensen, 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 ruim die rotzooi toch op. Daar zijn we, La Zenia Boulevard. Daar gaan we nu naar binnen. Hartstikke mooi, het lijkt. Binnen nog even wat meer laten zien. Dit is de ingang. Lekker muziekje erbij. Hele grote Decathlon. En allerlei winkels. Ze hebben hier ook Black Friday, zie ik wel. Via de Milano, Lion of Porches London, Bimbi Lola, nou, Guess, Kelly en Chelsea, dit is wat voor jullie. Botticelli, Maika, nou, Tineke. Luxury food. Hartstikke leuk. Mooie kraampjes. Pandora, Paco Martinez. Swarovski zit er ook nog. Mediamarkt. Oh, ijsteentjes. Oh, snoep. Snoepteentjes. Oh. Doe maar weer mee, we hebben een snoepje. Mr. Tappa daarboven. Calvin Klein, Lacoste, de hele rattenplan hebben ze hier. Maar ze hebben ook een Primark, dus voor alle portemonneeën wat. Wij gaan naar de Allee op, vinden we altijd wel leuk. We zijn even gestopt bij de benzinepomp. 1,389 voor de diesel. Nou, dat is natuurlijk een stuk beter als in Nederland. Je ziet hier veel pompen van rond de 1,60. En deze was super goedkoop, dus pakken we deze maar een keer. We zijn onderweg van La Zenia. Zijn we op route naar Santa Pola. Ja, want je bent een shoppenwes. Ja, was hartstikke leuk daar bij La Zenia. Was wel een belevenis, was wel mooi. Nou, maar we rijden nou een mooie gratis plekje aan zee. Ja, kijk of daar plek is. Maar we zitten eigenlijk op een soort van landtom. Want rechtsom van ons is water. En hier zit een spin van mijn neus. En links is, Oeh, die gooi je naar mij, naar mijn been. Ja, ik heb hem eens kapot geknipt. Ja, weet zeker? Ja. Oeh, doe mijn voet omhoog. Het is ook wel een mooi werkje daar naartoe. We huizen daarboven op de berg. Maar als het goed is, hebben we dadelijk een plekje aan het strand. Nou, ik ga in ieder geval niet op de vieze dorp in. Nee, dat is veel te stijl. Slingen, slingen, slingen.
En het is ook best nog wel een stuk rijden vanaf het dorp. Trappen je de pleuris, ja. Nou, het tikt van de camper. Aankomst bij bestemming aan uw linkerhand. Dat is alleen maar mooi. Dina staat ons al op te wachten. Aankomst bij Partida Banco de la Arena. Daar is ze vol, 72. Denk ik. Ja. Zit er bij die steden, hè? Ja. Daar is de strand. Ja, dat is dat kerkje, hè? Daar mag je niet staan. Bereikt. Kijk, hier is dat kleine kerkje. Campers die staan daar. Even kijken, hij is natuurlijk dicht. Dus het dicht, maar. Ik weet niet als je het kunt zien. Kaarsjes zijn wel aangebrand, dus de deur gaat wel af en toe los. Kijk, je hebt campers en je hebt campers. Die piloot van die vliegtuig die was volgens mij dronken. Tril. Waar zijn we? Geen idee. Tot de volgende!